Ik denk dat er een behoefte is bij Vlaamse lezers om eens iets anders te krijgen. Een gezonde democratie heeft behoefte aan veel media en verschillende stemmen. En als Newsweek daar een nieuwe, interessante stemming kan worden, ja, dan hebben we sowieso al gewonnen. We nemen de tijd om iets te maken waarvan we weten dat het niet binnen een maand al helemaal gedateerd is, dat je iets anders moet gaan schrijven. Durven eigenlijk uw lezer te challengen om na te denken over zaken. Elke dag opnieuw met iets verfrissend afkomen. Ik vind het een heel spannend project. Het is mijn ambitie om daar een soort van journalistiek te gaan doen die vandaag niet bestaat in Vlaanderen. Mijn naam is Wouter Verschelde, ik ben politiek journalist. Ik geloof heel hard in een nieuwe titel zoals Newsweek om eigenlijk de bestaande manier van denken te challengen en om iets nieuws toe te voegen aan het landschap om meer zuurstof in de journalistiek in Vlaanderen te brengen.